Yo Nintendo fans! In de vorige video hebben we deze gym verslagen, de Psychic Type Gym. En dat ging nogal moeilijk, maar het is wel gelukt. En nu staat Hassel hier klaar om ons te begroeten, nu we net klaar zijn met die battle. En Hassel die zegt, ik heb je battle met de gymleader vanaf de zijlijn bekeken en ik moet zeggen... Oh, het was geweldig, excellent, gold star, alles. Ik heb het echt maar op het nippertje gehaald hoor. Je was heel aanvallend, heel erg veel aanvallen gedaan. En super efficiënt om je tegenstander te corneren. Nou ja, het kwam echt allemaal op de laatste move aan van allebei hoor. Ik weet niet Hassel, maar ja, het was wel spannend. Dat kan je wel zeggen. Je hebt je Pokémon zo goed getraind. Thanks. Hassel wil heel graag dat we alle gym badges gaan halen, want hij is natuurlijk van de Elite Four. En hij wacht op de dag dat we het tegen elkaar op gaan nemen. Is goed man. Kijk hoe erg mijn team is toegetakeld. Iedereen is kapot. Dus de vraag van vandaag is, welke Pokémon moet er nou echt in mijn team? En voor wie moet die in de plaats komen? Dit is mijn team P. Ik heb zelf toch een beetje twijfel bij Tauros en ook toch wel een beetje bij Grafaia en Kyloatro. Ik denk dat dit team is echt nog wel voor verbetering vatbaar. Maar ja, hè? Eens even kijken wat we vandaag kunnen gaan doen. We kunnen deze Titan Badge gaan halen. Laten we dat gaan doen. De laatste Titan Badge fixen. Dus we zijn even lekker een stukje gevlogen. Nu moet ik daar naartoe, naar achter, richting die Snow Mountains. Ik ben trouwens nog steeds op zoek naar Tinkertink hoor jongens, maar ik kan die maar niet vinden. Ja, we kunnen deze in ons team doen. Het ziet er nou ook niet echt overtuigend uit, hè? Kijk, hij wil ook al wegrennen. Deze spin lijkt me ook niet echt heel goed. Misschien is daar nu een Tinkertink, bij die ruïnes daar. Laten we gaan kijken. Tinkertink, ben je hier? Hallo? Ik zie alleen Slowpoke. Nee ja, we zijn weer Tinkertinkloos jongens. Ik zie alleen maar Flamingo's. Oeh, en Sliggoo. En zo'n kist. Ja, we kunnen ook gewoon die schatkist in ons team doen. Kimiko level 50, jongen. Is niet eens een slecht idee misschien, om Gimmigoo erin te doen. Alleen, je hebt dus 999 van die muntjes nodig, hè, om Gimmigoo te evolueren. Want ik denk dat hij nu nog niet zo goed is. Ik bedoel, kijk, hij is level 50 en we maken hem bijna in één keer kapot. Dan moeten we echt op zoek naar van die muntjes. Hallo? Wil jij gewoon eens even lekker in de bal gaan? Hier, een duskbal. Het is donker. Ga maar in duskbal. Is leuk. Oké, laat maar. Is die evolutie van Gimmigoo eigenlijk goed? Ik heb echt geen idee of dat een beetje een fatsoenlijke Pokémon is. 1, 2... Ga je nou zelfs mijn ultraballen verklokloen? Dat vind ik niet leuk, hè? Ik heb jou al gevangen, vriend. Maar hier ben je level 50. Dus dat is wel chill. Kom nou gewoon. Kom maar. Heb ik een repeatbal? Ik gooi gewoon een pokebal op je hoofd, jongen. Dan ga je maar lekker in een pokebal. Ga je maar lekker in een goedkope AliExpressbal. Hier, hoppakee. Zie je? Dan ga je maar lekker in een pokebal, hoor. Maar jij hebt zoveel van die muntjes nodig. Dat hebben wij nooit. Dus even kijken hoeveel munten we hebben. 128. Je hebt er 199 nodig. Dus we moeten nog heel veel van die schatkisten verslaan. Willen we Gimmigoo kunnen evolueren. Maar misschien als we dat kunnen, is dat wel nice. Die moeten we even in ons achterhoofd houden, jongens. We moeten naar dat eilandje toe om de Titan te gaan vinden. We vallen als een baksteen naar beneden opeens. Oh, jongens. Oh, wat is dit? Nee, die hoef ik niet. Even kijken. We moeten hier naar dit eilandje. Oh, er liggen hier allemaal van die beesties. Er liggen vet veel van die beesties. Deze is super groot. Er is iets met jou, hè? Jij was een dragon type, dus ik ga mijn Citadel... Wow! Wat is dat? Oké, die gaan we even vangen. Deze gaan we vangen. Hallo? Wat ben jij? Jeetje! Deze is cool. Dondonzo. Zou ik heel veel sneller zijn dan Dondonzo? Ik ben wel flink wat leveltjes lager namelijk. Oké. Ik wil hem wel vangen, jongen. Oké, het begint nu te regenen. Dat is jammer. Zo, deze is sick. Wat een beest, jongen. Oké, ik ga hem sparken. Ik hoop niet dat ik hem kapot maak nu. Nee? Heb ik hem geparalyzed? Nee. Hij doet weer Raindance. Is dit een beetje een goede Pokémon? Ik heb geen idee, maar hij is mega groot, jongen. Ik wil hem eigenlijk wel proberen voor mijn team, denk ik. Oké, hij is nu in het rood. Wat kan hij allemaal doen? Hij gaat nu order up doen. Oh, jongens, deze gast is echt super groot. Let's go, Ultra Ball erop. Level 52 Pokémon, gaan we hem vangen? 1, 2, nee! Oh nee, nu gaat Kyloatro kapot. Oh nee, hij gaat weer raindansen. Oké, helemaal goed. Heb ik een vissenbal? Een nestbal? Nee, hè? Oké, dan ga ik nog een keer Ultra Ball gooien. Wil je alsjeblieft in je Ultra Ball blijven? Ik wil jou heel graag vangen. Jij level 52 Pokémon. Nee, Dondonzo, kom nou. Oh, hij gaat mij slopen. Aquatail, hij is natuurlijk veel te sterk. Sorry, Kyloatrel. Oh, maar dit is natuurlijk ook een watertype Pokémon. Ja, ik heb al mijn Quackwavel. Of zou het geen water... Ja, het moet wel een watertype Pokémon zijn. Ja, dan is het helemaal niet slim om die in mijn team te doen natuurlijk. 1,
2, 3. Kom maar, nu wel. Ja, lekker. Dondon zo gevangen, hoor. Quarvel wil liquidation leren. Die is nog sterker dan Aquastab. Ja, dan gaan we dat doen. Dan gaan we dat sowieso doen. En Citodo wil Ice Spinner leren. Die move, die ken ik niet. Laten we even kijken wat dat is. Nou, gewoon een hele sterke ijsaanval eigenlijk. Een physical ijsaanval. Sterker nog dan Avalanche. Maar Avalanche is wel handig als wij langzaam zijn. Ik ga Flail weghalen. Nou, dan gaan we nu eens even kijken naar die Dodonzo-gappie. Welk type is het? Ja, het is toch een watertype. Hij teamt up met Tatsurigi om prooien te vangen. Ja, dan gaat hij toch niet in mijn team. Jammer, man. Ik vind hem wel een vette nieuwe Pokémon, joh. Als ze Sprigatito aan het begin hadden gekozen of Fuecoco, dan had ik hem denk ik wel in mijn teampie gedaan. Oké, we gaan weer even terug naar het eiland. Titan! Ben je de Titan aan het roepen? Ah, Titan! Wow, daar is er nog een Citadel. No, nee. Nee, ik dacht dat ik tegen een Dragon-type moest. Maar het is een valse Dragon-type. Oh, ik ga voor Klotsaier. Ja, we gaan voor Klotsaier, want die kan het heel goed hebben als we met wateraanvallen worden aangevallen. Want dan krijgen we alleen maar HP erbij. Let's go, Klotsaier. Ik heb alle vertrouwen in jou, jongen. Oh nee, en precies nu doe je body slam. Doe eens even een wateraanval, joh. Ik ga je laten slapen. Ja, thanks, Aquatail, toppie. Dankjewel, Mattie. Ik laat hem even gapen, dan gaat hij over een paar beurtjes slapen. En dan kan ik hem rustig aan gaan vallen met poison jab. Nee, doe nou niet body slam. Doe nou niet, jongen. Doe nou niet. Hier, ik doe helemaal geen damage met mijn poison jab, joh. Oké, hopelijk gaat hij 5 beurten slapen. Dan ga ik nu switchen naar Kylo Watro. Ik heb heel mijn team nodig voor deze Titans, jongen. Ze worden veel te sterk. Of ik train niet genoeg, dat kan ook. Want ik battle letterlijk met geen enkele wilde trainer. Wilde trainer? Bestaan er wilde trainers? Nou, je snapt wat ik bedoel. Trainers die in het wild rondlopen. Oh my gosh. Pak hem, Kylo Watro. Pak hem. Lekker. Oh, dat was een goeie. Hij blijft slapen. Nog een keer. Lekker. Oh, hij is wakker geworden. Oh nee. Auw, body slam. Auw, pijn. Maak hem kapot. Spark. Is die nog niet kapot? Hij is toch... Het is toch klaar nu? Ja, doei. Doei, hij gaat zich terugtrekken. Doei. Zwem maar lekker weg, vriend. Oké, healen. En Kylo Atro healen. Ik denk dat Kylo Atro toch als eerste in het team gaat doen nu. Waar is die naartoe, jongen? Oeh, hier hebben we nog een vette water-Pokémon. Oh, ik word ook aangevallen door hem. Oh, ik zit gewoon rustig te zwemmen hier. Ik denk wel dat Veluza heel snel is. Hij ziet er wel super snel uit. Level 50 ook weer, joh. Ik moet wel sparken. Ik ben wel sneller. Oké. Oh, jongens. Hier kunnen we wel echt trainen. Maar die Pokémon zijn hier net even iets te sterk, denk ik. Electroball! Oh, hij overleeft het net. En nu ga ik kapot. Jongen, ik vind het wel grappig hoe mijn Pokémon die niet kunnen zwemmen gewoon op zo'n bandje staan. We doen even U-turn. Hoppakee. Kom maar op met de XP. Kijk hoeveel. Oké, Kylo Watrow is weer terug. En toen. Hallo Titan Pokémon. Waar ben je? Waar moet ik naartoe? Oh, hier. Zie. Nog wel daar. Oh, dit is een ander eilandje. Oh, dat is het eiland waar ik net eigenlijk naartoe wilde. Daar. Oh, kijk hier, Azumarill. What up? Blijft ook wel een goede Pokémon hoor, Azumarill. Die kan ik altijd aanraden voor een team. Het is een van de beste fairy Pokémon. Oké, hij is aan de andere kant van dit eiland, terwijl ik tegen deze draak opzwem. Ja, jongens en meisjes, dit is een draak. Je zal het niet geloven. Level 53 draakie. Oké, waar is die Titan? Oh. Hij is daar, denk ik. Ja, ik denk dat... Zie je, hij wordt weer geroepen straks door zijn mattie, hè? Yo, kan jij niet alleen battelen? Je bent toch een zieke draak? Kijk, daar is die weer, man. Oké dan. En dan ga je nog lekker van die Urban Mythica snoepen ook, hè? Ga je het voor hem halen? Ja, want die andere Pokémon, die Dondonzo, die is heel slecht in het vinden van eten. Arvin is er ook. Die zei, Rick, je hebt weer een Titan gevonden. Maar hij ziet hem niet, wat? Hij zoekt een draak. Hij vindt geen draak. En dan ziet hij het opeens. Ah! Oh, niet die draak opeten. De kleine sushi-Pokémon wordt opgegeten door een Titan. Ja, daar lijkt het wel op. Zit je nou gewoon die sushi te eten? Nou, ik mag daar eigenlijk helemaal niks over zeggen. Ik eet bijna elke week sushi. Oké, Terrestrializer, let's go. Kom op, Greedent. Kom op, Arvin. We moeten dit doen. De laatste Titan-Pokémon. De valse draak. Oh, ik word alleen een Flying-type. Nou ja, maakt ook allemaal niet uit, joh. Maakt niet uit. Hier, Electrobal. Ik denk dat hij mij gaat slopen, man. Welk level zou die Greedent zijn? Die incasseerde die klap best wel goed, moet ik zeggen. Ik denk eigenlijk dat deze Dondonzo een level 50 Titan is, hoor. Oké, ik krijg een tik. Greedent gaat voor takedown. Oeh, dit gaat best hard. Ik hoop dat Kylo Atreides het allemaal mag overleven. Weet je wat? Ik gun gewoon een Hyper Potion. Ik wil nou een keer dat hij het overleeft. Niet weer mij slaan, hè?
Oké, hij gaat nu voor Greedent. Greedent gaat voor takedown. In de volgende beurt hebben we hem. Ja, ja, ja. Let's go! Electro Ball! Dan mag jij het afmaken, Greedent. We krijgen nog een... Oh, Greedent gaat helemaal niks afmaken. Greedent wordt zelf afgemaakt. Dan doe ik het wel, Arvin. Ik doe het wel. Bam! Dondonzo! Opgedondonzoot! Daar ga je! Spuug even die draak uit, man. Is zielig voor die... Je hebt hem echt opgegeten, hè? Nou, dan verdien je het gewoon om down te gaan. Yay, we did it! Let's go, Urban Mystica. Hier komen we aan. Oh, wat? Wat is er? Oh, de little sushi guy is ontsnapt. Yay! Oh, wil die ook vechten? Niet! Sushi man wil ook vechten. Tatsurigi! Nou, let's go dan. Dual wing beat. Ja, dat doet amper damage, joh. Oké, ik heb Citadel nodig, denk ik. Hij gaat voor modderig water. Ah, hij raakt mij lekker niet. maar Greedent wel. Oké, Greedent gaat nu voor takedown. Greedent doet het best wel goed. Ik denk dat Greedent level 50 is. Ik ga dan toch maar voor Electro Ball. Oké, dat doet ook al helemaal niks. En nu raakt hij me wel met het water. Met het modderige water zelfs. Ja, nu dit gaat Kylo Watron niet overleven. Ik denk dat we serieus moeite hebben. Met deze kleine sushi Pokémon. Ja hoor, daar gaat Kylo Watron. Doei. Goed gedaan hoor. Super mail. Mega mail. Mega mindy mail. Citadel, let's go. Wie is sneller? Tatsurigi of Citadel? Ja, Tatsurigi is sneller, verdorie. Pardon. Pardon? Ik denk dat het tijd is om hem te laten slapen. Oh my gosh, Tatsurigi gaat heel mijn team slopen. Ga maar even lekker slapen, jij joh. Jij maf Kees. Ik ben het hier heel erg mee oneens. Ga het dan niet van deze kleine sushi verliezen? Ik moet echt gaan trainen, jongens. Ik moet echt gaan trainen. Sorry, ik probeer dit met Pokémon die net niet sterk genoeg zijn elke keer. Ik heb nu een klein beetje tijd, maar Poison Jab gaat echt amper damage doen. Hopelijk blijft hij gewoon 5 beurten slapen, zodat we in ieder geval wat HP eraf hebben gehaald voordat hij weer wakker wordt. En dat hij nu wakker gaat worden. Ja, hij is weer wakker. Ja, dan hebben we nu een probleempie. Want ik kan hem nu niet meer laten slapen. Daar heb ik geen tijd meer voor. Oh nee, hij doet nu ook tand. Dus nu kan ik het helemaal niet meer doen. Ah, we hebben hem wel bijna down. De rest van mijn team moet dit wel af kunnen maken. En hij is poisoned. Kijk, dat moeten we hebben. Gekke sushi draak. Nou, maar daar gaat wel Klotsaier ook. Dat is het einde van Klotsaier. Ik vind het wel een beetje beschamend dat er zoveel van mijn Pokémon elke keer down gaan. Ik moet echt gaan trainen, jongens. We moeten echt gaan trainen. Anders gaat het niet goed komen tijdens dit avond. Kijk, Quackwavel gaat ook gewoon bijna down. Ik ben niet eens sneller. Dit is hoe dan? Weet je, dan ga je gewoon kapot aan je poison hoor. Dan ga ik wel gewoon potions geven. En dan wacht ik wel gewoon tot je kapot bent. Met je Dragon Pulse. Als het dan zo moet, dan doen we het maar zo. Hier, 1 HP over. Maar die Urban Mystica, die is gewoon voor mij. Die laat ik me niet afpakken. Doei, Tatsurigi. Ik zou die sushi niet eten, want deze sushi is letterlijk vergiftigd. Daag! Jemig. Wat een battle weer, joh. Ja, we hebben het vooral te danken aan Klotsaier, hoor. Nou, daar zijn we dan. We staan wel met onze schoenen in het water. We hebben lekker natte voeten. Lekker, heerlijk. Nou, even die grot in. Nieuwe sandwich maken. Hopelijk is Mabo Stift dan weer helemaal oké. Waarom ligt daar een Great Ball daar in het midden? Zag je dat? Waarom lag hij daar? Nou, anyway. Nieuwe Urban Mystica. Dit is de pittige Urban Mystica. Die ontgiftigt je lichaam. Maar je gaat er wel van zweten. Hij staat letterlijk in vuur en vlam, dat broodje. Nou, deze lijkt me niet heel lekker. Hey, hou jij van pittig eten? Oh, nou zo te zien wel. Hij heeft hem in één keer op. Hoppakee. Hey, nu kunnen we klimmen. Oh, we krijgen nu Zelda Breath of the Wild vibes. We kunnen nu al die bergen gewoon beklimmen. Oké, Mabo Stift, let's go. Ik hoop zo dat je beter wordt, want ik vind jou wel echt een hele leuke Pokémon, man. Dat verdien je. We hebben zoveel moeite gedaan. Jij doet je best. Je probeert vol te houden. Let's go, Mabo Stiffy. Eet. Lekker pittig broodje. Arvin zegt, we gaan heel vaak met je favoriete bal spelen als je weer beter bent. Net als vroeger. Dag. Alsjeblieft, word beter, zegt Arvin. Kom op, Mabo Stiff. Het is het enige wat Arvin wil, dat jij beter wordt. En ook Coriden, die zegt, ja, kom op, Mabo Stiff. Kom op, please. Word beter, Mabo Stiff. Arvin zegt, je hebt je best gedaan, jongen. Wordt hij niet beter? Jawel. Hij wordt wel beter. Kom op, Mabo. You can do it. Kijk. Die pokeball rolt van het dingetje af. Ja? Ja, zie je, daardoor wordt hij getriggerd. Hij wil weer spelen. Ja, lekker!
Lekker, hij loopt weer. Nou, dit is toch te schattig. Dit is toch te leuk, jongens. Kijk nou. Oh, ja, dit is top. Zie, ja hoor. Hij doet het weer. En dan te bedenken dat Arvin in het begin zo'n beetje arrogant mannetje leek, hè? Maar hij wil gewoon alleen maar dat zijn Pokémon beter wordt. En doet er alles voor. En dat is super vet. Kijk hem nou. Heel nice. Oh, telefoon gaat weer. Ja hoor. We zitten net hier in een emotioneel moment. En dan gaat Sadam maar weer lopen te bellen. Arvin die zegt, wat? Corridon heeft al zijn kracht weer terug. Behalve zijn kracht om te battelen. Hij kan nu gaan klimmen. Ja, dat werd net ook al gezegd. Lekker man. We hebben alle Titans verslagen. Arvin die zegt tegen Sadam, nou, net alsof jij er wat mee te maken had. Dat we dit aan jou te danken hebben. En Sadam zegt, die stem, Arvin, ben jij daar? Puntje, puntje, puntje. Ik zoek jou zo lang om een manier om jou te bereiken, omdat niemand anders in mijn laboratorium kan komen, behalve jij. En Arvin die zegt, wat? Sorry, hoezo? Breng Rickachu terug naar de Lighthouse. Naar het laboratorium op de Pokopath. Als jullie daar zijn, dan zal ik je meer laten weten. Het is nog helemaal niet voorbij, dus blijkbaar. Deze quest zit er nog helemaal niet op. Waarom ligt daar een Great Ball? Ik ben zo getriggerd door die Great Ball. Oké, okay, anyway. Arvin zegt, ik denk dat je het al weet, maar dat was mijn moeder. Ze is altijd aan het werk, met onderzoek bezig. Ze is nooit thuis. Dit is de eerste keer dat ik haar stem heb gehoord in al die jaren. En nu doet ze alsof ik een of andere loopjongen ben. Ze is echt ongelofelijk. Maar jij en Corridon willen vast wel gaan. Ik kook van woede, maar ja, ik ga je wel helpen, zegt Arvin. Thanks, maat. Zo helpen we elkaar, toch? Kom op, laten we gaan. Ja, maar ik moet eerst nog gym badges halen allemaal, hè? Ik bedoel, we hebben hier al zoveel moeite mee. Ik moet denk ik nog een beetje sterker worden voordat ik met dit pad verder ga. En Arvin die vraagt zich nog even af waar zijn moeder al die tijd is geweest. Lekker, man. Dus we kunnen nu gewoon klimmen. Dus als wij die kant op gaan naar die bergen, kunnen we letterlijk daar omhoog. Vet. Come on, Corridon. Ja. Oh, dit voelt zo erg als Breath of the Wild. Net als in die game gewoon. Oh, maar wel echt ontzettend handig, zeg. Nou, we hebben hier nog een Starfall Street die we moeten doen. En twee gyms zie ik hier. Die zitten trouwens echt vlak bij elkaar. En hier achterin zit ook nog een Starfall Street. Nou, volgens mij zijn we nog lang niet klaar. Dus als je dat leuk vindt, knal de duimpjes omhoog. Vergeet niet te abonneren. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Mazzel! Oh.